primaire taak. Als je dan een heel bedrijf moet runnen, ja, dat levert heel veel fricties op. Dus vandaar heb ik altijd hulp nodig van mensen van buiten. In 1997 hebben wij de keuze gemaakt om die hulp te zoeken bij een commerciële brouwerij, dus bij Bavaria. Er zijn in de wereld allerlei verhalen doen de ronde tot op de dag van vandaag dat Bavaria dat allemaal zo overgenomen hebben. Dat is niet waar. Kijk, bier maken is heel eenvoudig. Dat kunt u allemaal. Als u soep kunt maken, kunt u ook bier maken. He, dus dat is niet zo moeilijk. Maar het probleem is het vermarkten van bier. Hoe lang ben ik hier? Dus u moet denken dan aan een drie tot vier uur op een dag. Mm-hmm. Ja. 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 Een half uur. Ja, de meeste diensten zijn een half uur. Ja. Alleen de eerste dienst is echt een uur. En de eucharistieviering is een drie kwartier. Dat zijn eigenlijk de twee langste diensten. Ja. Dus de statie waarin deze voor de tweede keer valt, dat is de zogenaamde statie, oftewel van de chimpansee, of de statie van de twee hoofden. De kruisweg, Servaas heeft de kruisweg gemaakt als tekening, als schetsen. De houtskool. Dus ja, met houtskool kun je weinig. Als eenmaal de lijnen staan de lijnen. Als je gaat vegen, dan krijg je alleen maar vegen. Dus hij heeft bepaalde staties, heeft hij bijvoorbeeld de hoofden op een eerdere positie gehad en later een definitieve positie gemaakt, maar hij kon ze niet weghalen. En dan krijg je ja, tot het lijkt alsof daar een man met twee hoofden staat. In de Bijbel is de man met twee hoofden het symbool van het kwaad, met een hoofdletter. Dus dat was een reden om te zeggen, ja, dit kan niet. Dat is Koeka. En deze is voor mij. Voor u. Ja. Is het possible of is het de chocolade? Dat is de same. Ja, het is de same.